ruime week vertrekken de jonkies van Oranje richting Singapore en Maleisië voor het WK. Eerst nog wat oefenpotjes tegen Engeland en volgende week tegen Duitsland. En er wordt op 1 juni het vliegtuig ingestapt. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de kennis van de toekomstige ster over het land van bestemming? Constantijn, er zit weer een wedstrijdje op. De voorbereiding gaat best stroefjes. Ja, we hebben nog niet heel veel gewonnen, maar we missen ook gewoon nog een hoop. En wat je zegt, we hebben niet heel goed gespeeld. Maar we hebben nog een paar weken, dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja, gaat wel goed komen? Ja, gaat wel goed komen. Constantijn, ik zag jou gewoon eens op de lijst staan. Wat doe je hier sowieso? Ja, ik ben uit Jong Oranje. Ik heb er 3 jaar gespeeld, maar moet niet door naar de grote mannen. En speel geen play-offs met Kampong. En daarom doe ik niet met Jong Oranje mee. En ze hadden wat man te weinig voor de wedstrijden, dus vroeg ze ook mee wil doen. En dat lijkt me leuk. Je niet ontzettend balen dan, dat je die mooie trip naar Maleisië mist nu? Ja, ontzettend zeker. Ja, zoals ik zeg, ik heb 3 jaar in Jong Oranje gezeten en nooit een WK mogen spelen. Dat is toch het mooiste dat er is, 2 EK's. Maar een WK had er graag bij mogen staan. Dus straks lekker voor jou gewoon wel vakantie? Ja, we hebben Hamburg Masters en daarna 3 weken vakantie. En dan begint het programma met Oranje. En dat wordt ook wel genoeg getraind natuurlijk. Niet van je vakantie. Maar zeker doen. Robert, WK komt er nu aan. Eerste WK voor jou? Is mijn eerste WK, ja. En het is fantastisch om mee te maken. Ik ben nog heel jong, een van de jongsten nog van het team. En, ja, zo'n WK is toch mooi als weerspiegeling voor jou over 4 of 8 jaar. En ik heb er heel veel zin in. Was het eigenlijk nog spannend of je erbij zou zijn? Want je zit natuurlijk ook bij het grote Oranje nu al af en toe. Ja, voordat ik bij het Nederlands elftal aan zou sluiten, heb ik met Michel over gehad. En hij zei van, je gaat mee met het Nederlands elftal, maar als het WK is, ga je sowieso terug. En hij zei van, ja, ik wil dat je die ervaring, dat je die meepikt. En dat vind ik zelf ook heel fijn, gewoon met mijn leeftijdsgenoot. En dat is gewoon top. Maleisië, Singapore, wat weet je ervan? Weinig. Ik ben vorig jaar in Kuala Lumpur geweest met Jong Oranje. Voor de rest van het land, het is warm, benauwd. Maar van de landen weten we weinig. Nou Robert, even een testje. Ik wil toch even weten wat je weet van waar je naartoe gaat. Dat is toch wel belangrijk, hè? Hoofdstad van Maleisië? Kuala Lumpur. Heel goed. Wanneer werd Maleisië onafhankelijk? Geen idee. 1957. Wat voor klimaat heeft Maleisië? Tropisch klimaat. Ja, 2 uit 3, heel goed. Wat is de belangrijkste religie in Maleisië? Moeilijk, weet ik niet. Geen idee. Nee, ik heb echt geen idee. Islam. Ja. Echt? Ja? Nou, heel wat geleerd vandaag. Hoofdstad van Singapore? Singapore. Heel goed. De laatste vraag. De munteenheid in Maleisië. Roepies? Ringgit. Ringgit, ja, bijna. Ja, ik vond dat je er toch best veel goed had, dus moeten we goed terechtkomen in Maleisië. Even een voorspelling voor de einduitslag daar in Maleisië. Nou, ik denk dat we de voorronde sowieso wel door gaan komen. Tenminste, daar ga ik wel vanuit. Daar hebben we een goed genoeg team voor. Poel valt mee, hè? Ja, poel valt mee. Dus ik denk dat wij wel bij de eerste, zeker eerste 6 eindigen. Wat zijn de grootste concurrenten? Ja, toch de Europese landen, denk ik, hè? En je hebt Argentinië hebben ze tegen geoefend. Dat zijn allemaal handige mannetjes. Ja, je hebt India en Pakistan, maar voor de rest gaat het allemaal goed komen, denk ik. Pak de encyclopedie er nog eventjes bij straks in het vliegtuig en dan ben je daar ook goed voorbereid. Precies, dat bedoel ik. Bedankt. Graag gedaan.